De Ovijs José Fuik, gisterochtend wist je nog niet dat je hier zou staan en nu heb je al je debuut gemaakt. Geweldig. Ja, zeker. Ik ben er wel erg blij mee. Wat dacht je toen je hoorde dat je in de wedstrijdselectie zat? Ja, eerst sowieso. Je lacht gelijk aan de telefoon. En ik was er blij mee, maar ik hoop het eigenlijk ook wel op. Dus het zat wel goed eigenlijk. En dan loopt de wedstrijd, dan hoop je dat je erin mag komen en dan let je natuurlijk extra op de score. Klopt, ja, ik begon 1-0 achter, dacht ik, dit gaat moeilijk worden voor mij om erin te komen dan. Maar uiteindelijk maakte het wel goed de 1-1, en daarna Matthijs met de 2-1 en toen begon het lekker te lopen. Ja, en op een gegeven moment zegt de trainer, ga maar warm lopen. Ja, ik had mis bij hem en dan moest ik zitten en vertelde dat hij mij erin zou brengen. En begon een gelijke lach in mijn gezicht zoals nu. En ik heb gewoon gedaan wat ik altijd doe. Dus gewoon mijn man uitschakelen en proberen mee te helpen in de aanval. Ja, hoe was het om met de spelers van Ajax 1 te spelen? Ja, het was wel echt mooi. En ze vonden het allemaal ook leuk voor me, ondersteunden me ook goed. Dus ja, zulke spelers moet je om je heen hebben. Ja, en naast jou liep ook nog een oude bekende. Ja, klopt. Ja, Matthijs toch? Ja. Ik ben een type verdediger die echt zijn man uitschakelt. En ik ben kopsterk, ik ben best snel. En ik kan heen en weer lopen. Dus ik ben wel een speler voor het team, zeg maar, die voor het team werkt. Dit is een beloning voor al het harde werk, hè? Want je bent meer dan 10 jaar geleden als kleine jongen bij Ajax gekomen. Klopt. En nu sta je eigenlijk hier. Ja, ik begon in de F1 en nu heb ik mijn debuut gemaakt in Ajax 1. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Ja, je kunt je lachen niet op, hè? Nee, ik blijf ook maar lachen. Ik besef het ook echt gewoon nu. Al die fans net om me heen, dus het is echt een mooi moment voor mij. Je hebt veel wedstrijden gespeeld met Jong Ajax in de Super League. Echt klaargestoomd voor dit moment. Zeker, ja. Ik heb ook echt veel gespeeld daar. En je kan zien dat het niveau hier toch wel wat hoger ligt. Maar ik kan wel makkelijk mee. Of makkelijk, ja, ik deed wel goed mee. En hopelijk mag ik nog meer minuutjes maken. Na afloop gaat iedereen voor de ereronde, publiek bedanken. Met hoeveel mensen ben je op de foto geweest? Oh ja, het is niet eens te tellen meer. Maar ik kon ze niet afwijzen, ik moest wel. En ik was ook nog steeds op plaats op het veld. En allemaal willen een fotootje met me, snap ik wel, als mijn debuut. En ik maak ook graag een foto met hun. Ja, je was een kwartier later binnen dan de rest, of niet? Ja, dat klopt. Ik kan ze niet afwijzen, weet je. Dus dat is het eigenlijk. Geweldig moment. Zeker. En ik blijf wel mijn gedachten dit.